Mark Rutte staat in de Donald Duck binnenkort. Hij krijgt een hoofdrol in het stripblad. Goh, heeft hij het voor elkaar. Geweldig, hè? Volgens mij is dat een jongensdroom. Dat vindt iedereen leuk. Ja, nee, dat heb ik gemist tot weten. Ja. Ja, dan zie je dat je toch heel belangrijk nieuws zomaar mis kan lopen. Jan Kees de Jager die speelt ook een kleine rol in het stripblad. Zou dat, wat is het ook weer om Dagobert? Zou wel mooi zijn, hè? Ja, dat zou wel grappig zijn. Ik ben wel een beetje jaloers op. Dat dacht ik al. Welke stripfiguur heeft u zelf nog altijd wel van gedroomd om te zijn? Olie bij Bommel natuurlijk. Dat is toch de mooiste? Ja? Ja. En waarom? Ja, die lijkt een beetje op mij. Guus Geluk. Guus Geluk? Ja, die heeft altijd goed van elkaar. Is dat zo? Maar die is ook, wordt ook een beetje irritant bevonden. Ja, maar dat ben ik ook. Een grote smurf bijvoorbeeld? Ja, nou, dat zal misschien. Maar het CDA is natuurlijk niet zo populair momenteel, dus misschien Gargamel beter? Nou nee, lijkt me niet zo'n leuk figuur. Nee, past niet zo bij mij. Wat voor stripfiguur zou u zichzelf nou willen zien? Is dat juffrouw Ooievaar bijvoorbeeld uit de Fabeltjeskrant? Geen idee. We hadden een hele beroemde voetballer vroeger, lang voor Johan Cruijff, en dat was Abel Lentstra. En dat werd omgezet naar het strip Kik Wilstra. Nou, die zou u willen zijn? Ach, wat had ik dat graag willen zijn.